die ambiance hield Domela zijn beste spreekbeurten. Ze waren opwindend, omdat zijn toehoorders er volledig in opgingen. Ze laafden zich aan hem, zoals in de Eucharistie gelovigen zich laven aan het lichaam van Christus. Die symbiose voedde de overtuiging dat socialistische politiek een hogere manier van leven was, meer dan een platvloerse belangenstrijd. Mijn boek gaat over Ferdinand Domela Nieuwenhuis, een van de belangrijke figuren in de wordingsgeschiedenis van het socialisme in Nederland. Een predikantenzoon, geboren in Amsterdam. Domela is een charismatische figuur geweest. In de Nederlandse arbeiderswering is er geen figuur op te noemen die een dergelijk prestige had. Ik heb het boek geschreven omdat ik meer wilde weten over het begin van die socialistische beweging. In een eerdere instantie heb ik een biografie geschreven van Ernest Mandel, een revolutionair marxist, afkomstig uit Antwerpen, die een van de ideologen was van de beweging van mei 68. Dat was aan het einde van een hele lange periode, die zo'n 100 jaar besloeg. Mijn behoefte was om iemand te gaan biograferen die dus aan het begin van die beweging stond en met min of meer vergelijkbare soorten problemen te maken had als Ernest Mandel, de hoofdfiguur van mijn vorige biografie. Terwijl ze vroeger altijd buiten de officiële politiek gehouden waren, telden gewone mensen opeens mee. Domela gebruikte hun ervaringen en verwachtingen als de grondstof van hun bevrijding. Vandaar de hoop van het oude vrouwtje uit Grauw dat in 1890 op weg ging naar een massale socialistische meeting in Leeuwarden. Het vrouwtje had een grote jute zak meegenomen. Op de vraag van een medereiziger waarom ze die lege zak bij zich droeg, antwoordde ze aarzelend: "Maar het is toch vandaag de bedoeling dat we alles gaan delen, is het niet?" Voor dat vrouwtje was Domela de verlosser.